Live biljartstudio Alkmaar. We zijn hier eventjes gezellig aan het biljarten met elkaar. Met twee personen in de crisistijd van de corona. Ik heb hier Piet de Jong heb ik hier aan het biljarten. En die, dat is nog een goede hoofdklasser geweest in zijn jonge jaren. Mooi. Dus we gaan even gezellig biljarten. Dus geniet lekker straks van deze mooie video. Ja, een prachtige Longoni-keu heeft hij in zijn bezit. Mooie vijf sterren, Piet. Gewoon over de band, hè? Ja, één bandstootje, leuk. En ik doe gewoon gezellig met je mee. Zie je, kijk. De eenbandballen. Kijk, die blijven. Kijk, en ik heb natuurlijk met mijn systeempje, met dat. Met die kegeltjes, dat neerzetten, ja. dat je dus echt gaat richten en blijft staan. Kijk, dat voelen en dat staan blijven op die tweede bal, zie je? Kijk, dat rustig blijven staan, zie je? Ja. Dat je ze mooi weg laat rollen, de ballen. Dus puur de afstand, dus het punt is niet direct belangrijk, maar gewoon de puntjes erop spelen. Zie je, kijk, het dikte spelen. Kijk, dit is een mooie driebandbal, hè? Ja, maar ik speel hem te dun. Ja, je speelt hem te dun, ja. Dat voel je al meteen, hè? Kijk, we gaan gewoon eens even, voor de grap, gaan we eens even die kegeltjes zo neerzetten. En dan ga je eens voelen wat, hoe je dat kan oplossen, Piet. Welke kegeltje doen? Nou, je mag dus kiezen. 1, 2, 3, 4 of 5. Kijk, en dat is ook het leuke ervan, dat je dus kan kiezen welk kegeltje je dus speelt. Nou, zo staan er wel genoeg. Maken we deze nog eventjes. Kijk, nou speel je met effect. Zie je? Oh, wacht even. Ik had niet eens gekeken naar de. Nee, maar die heb ik gewoon neergelegd. Kijk, je speelt nu een kegel om. Ja. Dus dan. Kijk, in de bal leg je dan een beetje steeds hetzelfde neer. Dat is een beetje de bedoeling. Kijk, het is een beetje zo, een beetje de. Kijk, en je speelt de rode bal. Die speel je dan of de korte band of de lange band, Piet. Dat is een beetje wat je eigenlijk kunt bepalen met je diktes, hè? Dat weet je wel hoe dat werkt. Kijk, door dat ringetje, kijk, door die bal, tak. Zie je dat erin? Ja, heel goed. Kijk, keurig, kijk. Zie je? Kijk, en dan speel je rood, drie banden bij het eindpunt, hè? Ja. Zie je, dat is het doel dan, hè? Kijk, en als je nou bijvoorbeeld die eerste kegel wil raken, kijk, dan krijg je weer die lijn, krijg je weer een beetje te zien. Ja. En dan moet je een beetje gaan voelen wat je moet doen met je dikte en je effect. Kijk, zie je, gaat die mooi tussendoor. Dat is gaaf, hè, dit, hè? Maar je wil die eerste om, hè? Ja, de eerste om, ja. Ja. Eens kijken hoe je dat oplost. Kijk. Zie je dat je, als je gedachten er naartoe gaan, hoe dat werkt, hè? Ja. En dat maakt het ook leuk. En dan pak je de tweede. Kijk, dan leggen we ze gewoon aan de kant. En dat is ook wel grappig. Kijk, het is gewoon leuk, Piet, omdat je dan kan zien van. Je zegt dus wat je doet, hè? Dus je speelt de eerste om, tweede om, derde om. Kijk, en je kunt op een gegeven moment kun je er een systeem voor maken dat je het dus echt heel perfect allemaal doet. Maar je kunt ze ook één voor één weg gaan spelen. Kijk, nu ga je de tweede omspelen. Kijk, zie je, pakt nu de. Dus er blijft er nu eentje staan. Kijk, nou heb je ze alle vier een beetje gespeeld. Kijk, je ziet zelf wel dat je nog wat je weinig nog doet met bal 2, hè? Dat zie je wel, hè? Maar je voelt wel je doel en dat is natuurlijk ook heel leuk. Kijk, zie je? Bijna. Ja. Kijk, en dit noemen ze dan de eenbandstoot, Piet. Daar weet je ook heel veel van, hè? En ja, door dit een beetje zo neer te zetten, word je natuurlijk steeds scherper op het raken van de derde bal. Want kijk, je moet gaan voelen dat je dus of dunner moet of minder effect geven. Ja, ik,
gaat nog een beetje effect. Ja, maar dan moet hij ook dunner, hè, als je effect geeft. Kijk, zie je, een bal raak je al, hè? Ja. Want dat is gewoon, dat voel je wel, maar het mooie omspelen van die kegel, dat is nog een dingetje, hè? En je voelt dat als je hem hebt, dat je echt goed de lijnen in gaat vullen. Hebben. Kijk, zie je? Pats. Je ziet het, hè? Als je even je zinnen erop zet, Piet, hè, hoe dat dan gaat, hè? Ja. Kijk, en je kan het ook met trekstootjes doen. Kijk, dan leg je bijvoorbeeld dan zet je een trekstootje, trek je neer. En die kan je natuurlijk langer maken, hè? Dus verder wegzetten. Ja. Dus korter maken met meer amorti om allemaal dat soort grapjes. Hè? Dus je kunt allemaal leuke dingen kun je daarmee verzinnen. Kijk, en dat door die bal gaan, dat is natuurlijk, iedere keer komt dat terug. Dus je legt de tweede bal op een vaste plek en je eerste bal. Kijk, en dat door die bal gaan, dat is wat ik een beetje ermee breng. Dus voelen, voelen, Piet, door de bal. Voelen, voelen. Nou, je hebt het genoeg gezien, hè? Dat met de kadristen en met de libristen een beetje dat inspelen. Dus dat inspelen, kijk, die dikte voelen. Voelen, voelen. En dan in de bal zie je spelen, kijk. En de rood gewoon een beetje laten lopen. En die kun je eigenlijk bepaal je zelf wat voor tempo je die ballen ook geeft. Dus je kunt hem hard spelen, zacht spelen, allemaal dat soort dingen. Kijk, en het is gewoon leuk om dan die kegels gewoon één voor één weg te spelen op dikte. Pats, kijk. Was een verkeerde. Tweede gaat om, ja, maar gaat even goed. Zie je? Ja, ja. Kijk, en die is wat hard, hè? Ja. Maar we doen ze één voor één weg, Piet. We maken er gewoon een leuk spelletje van. Gewoon even een leuk trekstootje ervan maken. Goed erin gaan, heel goed. Kijk, zie je, daar heb je hem al, hè? Kijk, want die techniek zit er goed in bij jou, hè? Kijk. Zie je, die is al op maat, hè? Kijk. Ja. Zie je, dan speel je en de karambal en de ballen op maat. Maar die kegel, die pion die je omschiet, dat geeft je zoveel richtingsgevoel, dat als je die raakt, kijk, dan wordt de bal vanzelf makkelijker. Kijk eens even, pats. Kijk, en de rooie loopt weer gewoon richting het gebied, hè, waar hij heen moet. Hè. Kijk, je hebt gelijk even een leuk oefeningetje. Kijk, je pakt eerst die lijn, je pakt die lijn, je pakt die lijn. Dus je krijgt heel veel lijnen, dat krijg je gewoon te voelen. Pats, kijk. Ja, hij is goed hoor. Kijk, want die eerste zou je ook geraakt hebben qua bal. Ja. Maar je ziet dat je met de dikte, dat je daar gewoon een beetje mee kan inschatten van waar je bal komt. Hè? Dus of je hier komt of hier komt, links of rechts van de kegel. Dus dat is hetzelfde als je hier de bal neerlegt. Kijk, links of rechts van de bal. Ja. Alleen de kegel is natuurlijk veel kleiner, dus ook preciezer qua raken, ook qua denken. Maar de gedachtegang in dat rechte afstoten, dat is natuurlijk goud. Hè? Kijk eens even. Kijk, nou maak je een mooie bal op de gele, hè? Ja. En ik heb zelf ook, Piet, dat ik dit ben gaan doen, hè, wat meer met die kegeltjes, dat je gewoon eigenlijk gewoon lekker je keuvoering een beetje gaat aanvoelen. Hè? Dat je dus wat meer... de kegel is wel op. Ja, zeker. Goed gestuurd, hè, sowieso. Hè? Ja. Maar dan denk je een mooie lijn zo naar de kegel toe, dat is best wel... Maar het staan blijven en gewoon de gedachtegang er naartoe, dat is allemaal hartstikke leuk. Kijk, nu maak je een eenbander, hè, richting de kegel. Hè? Ja. Zie je? Kijk, dus deze die is gewoon ietsjes te hoog aan de bal of ietsjes te dun. Zo kun je het zien. Ik denk eerder ietsjes te hoog. Dus ietsjes lager. Dikte is wel goed. Zie je, nou maak je er een eenbander van, hè? Ja, ja. Ja, dus ik zit even te hoog. Jij zit te hoog, ja. Ja. Dus goed diep aan de bal en mooi erin. Kijk, 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 zie je? Dat zit er bij jou in, hè? Ja.
Dus het is ook lekker als je gewoon goed die keu laat gaan, hè? Dat je denkt van, kijk, dat ken ik nog, hè? Ja. Want dat is het hele punt, hè? Kijk, en wat ik ook wel eens doe, Piet, dat is bijvoorbeeld een plaatsballetje ervan maken. Dat je ze gewoon een beetje willekeurig neerzet. Weet je, maakt niet uit hoe ze staan. Maar het is natuurlijk ook leuk om een beetje ermee te leren plaatsen. Hè? Dat je gewoon, als je de ballen zo, de kegels zo neerzet, dan kun je gewoon denken van, nou, ik speel die om, of speel die om, speel die om. Ja. Of er tegenaan, hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil hem tegen die kegel aanleggen. Dus via één bal, dat je niet direct de tweede bal terughaalt, maar je probeert gewoon een dikte te voelen. En goed blijven staan en dan naar de eerste kegel die je gezien hebt. Ja. Kijk, en je blijft rustig staan, zie je? En dan speel je ze één voor één, speel je ze van de tijd. Je kunt ze ook laten staan. En dan kun je het zeg maar met twee ballen kun je het gaan doen. Dat je gewoon probeert die kegel te raken of die kegel te raken of die. Dus dan ga je de tweede bal ga je aanspelen. En dan probeer je die buitenste kegel om te spelen via twee band. Dus voelen. Hier via twee band, rustig blijven staan. Zie je? Ja, dat is al heel knap natuurlijk. Hè? En zo kun je gewoon de derde kegel gaan zoeken. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil die via twee band omspelen. Dus dan ga je weer op rood staan en dan zeg je een beetje links effect. En dan voer je hem aan. En vooral je techniek, Piet, dat is natuurlijk alles. Hè? Dus door die bal, kijk, hup, het juiste effect. En dan wil je die tweede kegel of die derde kegel wil je raken. Kijk, iets te dun, zie je, wel erlangs. Nou, zo ben je dat een beetje aan het oefenen dan, hè. En dan kan je hem gewoon ook even zo neerleggen dat je zegt, nou, ik speel die overband. Kijk, en vooral dat richten en dat staan blijven. Dus voelen je dikte en tik. Kijk, rustig blijven staan en dan gewoon richting die kegel spelen. Zie je? Kijk, tok. Dat is leuk, hè? En daar word je ook sterk van, hè? Want daar geloof ik heilig in. Dat je gewoon, als je dit spelletje speelt met elkaar, hè, dat je gewoon leert plaatsen, leert bandstoten, leert trekstoten maken. Want ja, uiteindelijk kun je gewoon van alles ermee verzinnen, maar niet uit hoe het ligt. Kijk, je kunt ze nu als doel gaan gebruiken. Dat je zegt, ik maak een trekstoot of ik maak een eenbandstoot. Ja. Dus als je nou een kegeltje om wilt trekken, of via band, of in ene, proberen. Kijk, en zo maak je ook natuurlijk seriestoten in wedstrijden of weet ik het allemaal. Je pakt weer een bandstoot, Piet, hè, nu, hè? Ja, een bandstoot. Ja, mag, ja. Maar je mag hem ook in ene trekken, hoor, als je dat wil. Kijk, zie je? Kijk, nou heb je een wat langere trekstoot, heb je. Hij was ook te dun, hè, deze, hè? Je kan er niet helemaal lekker bij, omdat die ver weg ligt, hè? Ja. Hetzelfde, hè? Ja, hetzelfde. Ja, mooi. De dikte. Het is gewoon te dun nog? Ja, het is te dun, ja. Ja, ja. Maar ik zal hem ietsjes, dat je iets makkelijker erbij kan. Zijn mag wel vrij dik. Kijk, zie je? Kijk, dit is natuurlijk al een gigantische mooie trekstoot, hè? Ja. Ja, en ik durf hem vaak in de wedstrijd te nemen ook, hoor. Ja, precies. Maar dat, kijk, je speelt niet voor niks zomaar hoofdklas, hoor. Dat is gewoon toch een prachtig niveau al, hoor. En er zit natuurlijk veel meer in, hè. Want kijk, je gaat ook echt op Piet, als je dit een beetje oefent en speelt, hè. Ja. Je gaat de kwaliteit ga je steeds meer ontdekken met dit. Ja, want kijk, trekstoten, ja, je kan ze zo lang mogelijk maken als je zelf wil, hè? Ja. En je kan de afstand kan je dus langer maken, korter maken. Kijk, als je zegt, ik ben dit trekken van rood, dat zou je normaal gesproken niet zo gauw doen. Ja. Maar dus, je durft het wel, hoor. Je durft het wel, ja. Maar ook, en dat is, als je dat kan oefenen, dan is het, zou je het eens willen proberen, zo'n mooie trekstoot? Ja. Dat gebeurt vaak, hè, in een wedstrijd. Dat je, ja, dus, als je een hele grote trekstoot hebt. Ja, dan zit je iets te onderin. Ja, het is ook een soort risico, noemen ze dat dan. Hè, dat je, en dan zou je misschien beter een bandstoot kunnen maken of een driebandstoot. Kijk eens even. Nou, ik. Geweldig. Kijk, dit keur ik al goed, hè? Ja. Super, ja, hè? Ik kom dan echt niet op.
Ja, mooi, maar zo kun je dus gaan denken. Nou, dat is dan het professionaliseren van je spel, hè? Ja. Dat je gewoon, kijk, je oefent en als je ze dan overal neerzet en je legt een beetje de bal op deze afstand neer, heb je dan ga je wordt dus ook beter in je trekstoten. En dat merk ik zelf ook wel. Kijk, super, kijk, het is gewoon super. Ietsjes te dik, maar gewoon mooi gespeeld, hè? Eens kijken of ik het ook nog kan waarmaken, zo'n bal. Mooi, hè? Dat als je het bij me kent, dan kun jij het helemaal. Ja, maar ik vind het gewoon een leuke uitdaging, Piet. Dat is het verhaal, hè? Kijk, voelen, diep aan die bal. Voelen, diep aan de bal. Goede dikte. Goed blijkt, kijk, ook voorlangs hier, kijk. Zie je, ook iets te dik. Jij speelt wel echt korter, hè? Iets korter in de bal, ja. Maar ik doe hem wat, dat heb ik dus ook wel een beetje gemerkt. Als je wat rustiger voorbeweegt, hè? Dus een kort voorbewegen, goed blijven staan, dus de juiste dikte, kort voorbewegen en dan mooi langer in. Kijk, dan moet je niet ketsen natuurlijk. Want ik heb nog steeds, het is alweer een stuk beter geworden. Ja. Ik had een paar jaar geleden enorm die dat ik niet meer wist wanneer ik moest afstoten. Ja. Toen zei jij al toen, kom maar eens een keertje bij me. Ja. Ik heb het nog een beetje. Ja. Ik weet niet of je het ziet. Ja, ik zie het, ja. Ja, ja. Maar het gaat al weg. Ja. Want je trekt nu al en je doet al, omdat je gewoon, je gaat gewoon mee in het in wat je allemaal gewoon vroeger ook deed. Gewoon afstoot en spelen, ja. Gewoon een beetje het voorbeeld zien, hè. Kijk, je ziet een trekstoot liggen. Kijk, je gaat staan. Goed kijken, voelen. En mooi erin, kijk, mooi erin. Rustig blijven staan. Tak. En ze spelen gewoon rustig de ballen weg. Ja. Kijk, het is ook een beetje het doen, hè? Het doen van de stoot. Dus als je een eenbander speelt bijvoorbeeld naar de lange bal. Je geeft dan een fractie rechts. Nou, bijna niks eigenlijk, puur op dikte. Maar ja. Kijk, dit is ook een beetje een balletje dat je denkt van, kijk, rood stuur ik nou niet echt bij, want ik ga gaan één bal. Maar ik probeer hem rechtlijnig naar de kegel te spelen, dus voelen. Maar die rechte lijn van mijn stoot, kijk, die rechte lijn, kijk, probeer ik hem naar de kegel te spelen, zie je? Ja. Kijk, iets te veel effect er nog in. Of even hoger aan mijn bal. Kijk, dat is wat je eigenlijk een beetje ontdekt van als je bijvoorbeeld een eenbandstoot speelt. Want kijk, als je natuurlijk hoger aan die bal gaat. Ja, dan komt hij ervoor. Dan komt hij ervoor, ja. Dus kijk, iets zakken met de keu. Kijk, en daar moet je hem voelen. En dan zeg je voelen. En dan ga je er, hup, weer rechterin, zie je. En rustig blijven staan. Kijk, dan gaat hij al richting de kegel, zie je. Ja. Dus ja, het is puur het gevoel zoeken ook, hè. Ja. Nou ja, en wat ik ook leuk vind, Piet, dat is bijvoorbeeld een. Kijk, als mensen een doorschietstoot willen leren. Kijk, zoals jij kan ook goed natuurlijk doorschieten. Dan zet ik ze wel eens zo neer, weet je, de kegeltjes aan het bandje. En dan zeg ik tegen mezelf ook wel eens: ja, hoe goed ben je in doorschietstoten? Ja. Ja, dat is dan een beetje wat je. Kijk, leg ik ze zo neer. Kijk, deze die is dan een beetje, als je de dikke lijn hebt. Dat is als je 100% zou zijn. Maar als je nu doorschiet naar links en naar rechts, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk best een opgave, hè. Dat je zegt, nou, ik ga een doorschieten maken naar de eerste kegel. Of naar de eerste kegel rechts, of de eerste kegel links. Kijk, dat is wat je voelt. Je kan met links effect, rechts effect. En het is natuurlijk leuk om dat zo te oefenen. Dat je de dikte voelt, goed er doorheen en netjes voelen. Mooi er doorheen naar de eerste kegel, kijk. Ja, die is perfect. Zie je? Ja. En zo kan je dat hele rijtje een beetje afspelen. Proberen, Piet, leuk. Kijk, en in wedstrijden weten we natuurlijk wel wat we krijgen soms, een doorschieter of dit of dat. Maar je krijgt nu gewoon lekker een doorschietstoot in je gezichtsveld. En je probeert hem mooi technisch keurig. Kijk, je speelt nu een bandstoot, hè? Ja. Kijk, en als je hem nou rechtop wil krijgen zonder... Dus of zonder effect of met effect, maar proberen rechtlijnig erop te... In één keer. Ja, en ja, dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Kijk, dat je ze in één keer gaat voelen.
Dus dikke raken, hè, dikke raken. Zie je, hij moet dikker, zie je dat? Maar ik doe nog steeds een dun. Dus. Ja, te dun, ja. Ja, ja, ja. Zie je, hij is al dikker nu. Hè? Kijk, nou ben je aan het werken, hè? Zie je? Ja. Hij gaat nu naar de hoek. Kijk, en een hoge voorhand, hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling, een hoge voorhand. En goed dik. Kijk, 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 kijk. Nou heb je er één te pakken, hè? Pats. Zie je? Kijk, deze is echt strak op zijn doel, zeg maar, hè? Ja. Nou, en zo, kijk, als je ze dan één voor één wegspeelt. Dus nou, dan blijft bijvoorbeeld die blijft staan en die blijft staan. Nou, dan ga je eerst deze pakken en dan ga je die pakken. Kijk, zie je? Dat is al niet slecht, hè? Maar het leuke ervan is, omdat je bent nu je dikte aan het zoeken, hè? Ja, dat klopt. Dus die karambol vind je niet meer zo heftig. Je probeert gewoon een goede dikte te zoeken en dan pakt. Kijk, afstoten, kijk, dat ken je. Dat zie je. Komt er weer dichterbij. Kijk, en daar, dat vind ik dan zelf ook, weet je. Kijk, en hoe beter je en hoe rustiger je gewoon het biljartspel een beetje uit gaat voeren, dat je dan gewoon lekker, je wordt wat gerichter op twee, zeg maar, hè. Kijk, die is weer te... Kijk, via één band, hè. Prachtige bal, hè. Blijven over die band spelen, zie je dat? Ja, grappig, hè. Ja. Maar toch, kijk, uiteindelijk heb je ook een goede kans, hè, als je over band speelt. Want je hoeft even minder dik. Kijk, en het verhaal in twee kun je natuurlijk ook stoppen, Piet, hè? Kijk, als je echt hoog aan je bal zit of iets lager in je bal. Kijk, je hebt hem al, hè. Kijk, voor jou is de gedrevenheid, hè. Je stoot een paar keer hier en je stoot... Dat heb ik hetzelfde. Piet, als je gewoon... je bent even zoekende, maar op een gegeven moment heb je hem. Ja. Kijk, dus als je gewoon die laatste pion om wil spelen die daar staat... Nou, dan probeer je gewoon goed te gaan staan. De juiste dikte. Voelen. Kijk, je kunt het rustig doen en je kunt het hard doen. Hè? Voelen. Dus technisch door de bal. Zie je, rustig blijven staan. Dan laat je hem rustig naar die kegel gaan. Zie je? Kijk, en dan rustig er tegenaan. Tak. Zie je? Kijk, dit is wat je zelf een beetje erin brengt. Dus je kan het zo, hè? Je kan hem stevig doen. Je kan hem... En maar als die keu maar blijft gaan, hè, en dat weet je ook maar al te goed, hè? Ja. Hoe dat werkt, hè? Nou, dat is een beetje het kegelspelletje, Piet. En daar kun je echt hele leuke dingetjes mee bedenken. Over band en over... Heb je dan een boekje of zo, waar je voorbeelden in staat? Nou, dat boekje, we zijn wel met iets bezig nog. Maar we zijn ook... op YouTube probeer ik ook wel wat dingetjes te laten zien met voorbeelden. Ja, dat heb ik wel. Maar het is ook een beetje zelf... dingetjes neerzetten en gewoon met de methodes van afstoten. Ja. En gewoon ook een beetje, je moet ook jezelf erin herkennen. Dus dat je zoals je aan biljarten bent. Kijk, als er bijvoorbeeld deze bal ligt. Kijk, en je zou allemaal kegeltjes zo hier neerzetten. Zou je die bal, dus één voor één zou je ze kunnen omspelen. Met een soort amorti of dit of dat. Of een beetje... Hoi. Goeiedag. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Dat is, en dat maakt je ook sterk, hè? Dat kaas dragen maakt je gewoon sterk. Dan kun je tenminste wat kilootjes versjouwen. En zolang ik dat volhoud, Piet. Kijk, en ik moet ook nog maar een leeftijd zien te halen uiteindelijk, hè? Ja. Dat moeten we allemaal, hè? Ja. Nou, we gaan even een akietstootje maken, Piet. Ja, hij of ik. Begin jij maar, hoor. Dat vind ik wel leuk. En we gaan net zo lang door totdat hij erop zit. Oké. Nou, je weet hoe die moet, hè? Rechtseffect en... nee, ik niet, hè. Nou, dat... Kijk, hij is een beetje dik. Een beetje? Kijk, we hebben geen druk. We kunnen gewoon lekker... Nou ja, zo'n vrouw zit te kijken. Ja, maar dat is leuk, dat is leuk. Kijk, het begint al vorm te krijgen.
Dat is 2. Dat is 3. Zie je dat je dat toch gaat missen, hè? Als je dan een jaar gewoon niet gebouillard hebt, hè? Nou. Ik vind dat toch wel grappig, hoor, dat je dan... Bij Piet misschien een beetje dubbel. Ja, zeker. Nou, ik vind het fijn dat hij er is, hoor. Zo. Kijk, iets te kort, Piet. Kijk, en als ik met mijn systeempje dan zo'n wedstrijdje, zeg maar, dan film, hè, dan kan je gewoon rustig doorgaan en gewoon je puntjes maken. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Kijk, dan kan je gewoon lekker... want kijk, dat het gesprek wat we net hadden. Kijk, als ik dan zo'n balletje krijg, nou, Piet zit op zijn stoel en dan zeg ik, Piet... blijf lekker zitten, joh. Weet je, maar hè, dat is al... Hè, maar het is leuk om elkaar te zien biljarten. Ja. Dat is... Niet elkaar afmaken. Nou ja, dat is een beetje het idee. Ja. En, kijk, een wedstrijd natuurlijk duurt gewoon maar geen elkaar een hand. En, maar zoals je lekker een beetje vrij bezig bent... Pak je dan de goede bal. Zie je? Nou ja, kijk, dankjewel. Sportief, hè? Hey, sportief. Mooi, hè? Zo gaat dat dan in dat hele biljarten. Nou, als je dan zo'n kaderspelletje speelt, hè, dat je, of een libere spel speelt, of een bandstoot speelt, of een drieband. Dat is natuurlijk allemaal prachtig. Kijk, en de ballen overhouden is allemaal leuk. En dat, maar ik, ja, het doen, hè, kijk, het wedstrijdelement, met elkaar, hup, biljarten, goed blijven staan, goed afstoten. En die ontspanning, hè? Want dat weet Piet ook in wedstrijden, hoe we af en toe hè, met zulke koppers staan we te spelen. Ja. Van, en dan gaat het ergens om, weet je. Ja, van de rood hout staan, daar de hele les staan. Ja. Die hoofdklasse speelde die. Ja. Dan speelde hij gewoon drie banden er steeds tussendoor. Om jou kapot te maken. Ja. Maar het is apart, hoor. Maar ja, Piet weet ook hoe dat allemaal werkt. Gewoon dat hele wedstrijdelementje van het elkaar gewoon een beetje aftasten. Hè? Hoe is je conditie en zo, weet je, het heb allemaal... Kijk, tussendoor, Piet. Ik heb hier ook Aswin Berens heb ik hier gehad. Die zeg je dat wat, Aswin? Ja. Nou, die kan natuurlijk ook hartstikke goed biljarten. Die weet ook zoveel van... van techniekjes en dingetjes en datjes. Waar komt hij weer vandaan? Uit Alkmaar ook. Uit Alkmaar. Hij woont nu in Petten, maar... Maar als je die ook met het... Die heeft natuurlijk vroeger les gehad van de bondscoach, van Tony Schrauer en zo. Ja. Maar die heeft altijd heel goed gespeeld ook. Met drie banden speelt hij nog, maar hij speelt het zo makkelijk en leuk. En ja, dat is... Die hebben een paar keer bij ons voorwedstrijden gehad. Daar zat hij ook in het team. Ja. Die heeft namelijk een biljartcentrum in de Helder. Ja. Toen was hij nog een jaar of 18, 19. Speelde goed door dat joh. Ja, zeker. Ja. Ik weet wie je bedoelt. Ja, dat was ook zo mooi om te zien, hè. Ja, er zijn natuurlijk goede biljarters, hè. Maar het is inderdaad, je moet blijven biljarten. Dat is ook een ding, hè. Dus de mensen die het goed geleerd hebben, probeer het gewoon lekker uit te dragen. En uiteindelijk, je kan elkaar, iedereen kan gewoon lekker biljarten leren. Nou, ik weet wel van vroeger met Piet Vet, als hij met vakantie ging, dan ging hij altijd naar België toe. En dan moest er absoluut een biljart ergens in de buurt zijn. Ja, geweldig. Met Bettelaren s'avonds dat hij hier weer kon spelen. Ja. Echt om contact te houden. Ja, die is ook wel altijd heel fanatiek geweest ook, hè? Alleen, ik ben toen vaak met hem mee geweest, maar als er drie banden, toen ging hij... Marc Touché, zie je dat? Marc Touché. Deed je dat? Ja. Maar je weet wel wat je doet. Ze liggen wel. Mooi, hè? Een beetje tegen. Nog te hoog. Ja. Voelen. Ik ga dun van wit. Voelen. Tik. Ja, dat vind ik leuk, hè? Dat, en dan rustig blijven staan. En dan doet hij het ook nog, hè? Dat is toch ongelooflijk. Ja. Maar dat is toch raar, hè, Pieter? Maar ik ben daar zomaar een beetje in verzeild geraakt. Met dat... Ja, gewoon het biljarten. Dus je kijkt ernaar. En ik weet gewoon, je moet recht afstoten. Dat is belangrijk. Kijk, je moet recht afstoten. En niet die dansende bewegingen maken met het biljarten. Dus ja, en kijk, je wil natuurlijk gelijk op serie spelen, maar dat kan niet altijd. Nee, dat klopt. Dus ja.
vaak wil je dat te snel opserie. Ja, en dat merk ik ook wel, Piet, hoor. Met biljarters die dan ballen op series wil spelen, dan ligt het er eigenlijk helemaal niet. En dan gaat het net mis. Ja, en dan ben je een beetje een soort weggeven. Dus het Sinterklaas gebeuren, hè. Van, kijk, als ik deze bal ga verzamelen, ik kan hem er ook optrekken. Ja. Dan weet ik misschien dat hij zeker... En nu via twee banden, ja, dat kan ik ook spelen. Band, band, bal. En dan komt rood weer een beetje terug. Dus ik ga een beetje rechts geven. Voelen, voelen. En ik druk die rode weg. En dan, kijk, als hij mis is, dan leg ik ze heus wel mooi neer. Zie je? Kijk, als hij mis is, dan leg ik ze heus wel mooi neer. Zie je? Maar je ziet wat er gebeurt, hè? Dan gaat het gewoon raak en dan ben je gewoon een beetje aan het Dan speel je dan gelijk rood drie banden bij. Ja, maar ik kan ook gewoon een plaatstoot maken. Ja. Kijk, dat je zegt van ik speel die witte en dan... Kijk, plaatstoot op rood, wit daar naartoe. Zie je? En dan komt daar je ook een kort wit bij. En nu of een eenbandstoot. Hè? Ja. Kijk, als ik hem in ene trek, nou ja, dan zal die ook raak zijn. En dan komt rood wel niet zo mooi bij... Maar je plaatst hem dan weer naar wit. Dus je trekt hem erop. Kijk, net mis, te dun, zie je? Kijk, en nou breng je, zie je? Ja. Omdat je die gewoon wel een beetje hier neerlegt, zie je? En dan geef je een bal weg. Maar als je die natuurlijk plaatst op de wit, kan je gewoon lekker door biljarten. Ja, nou, dus vroeger bij mij dat ik dat weten speelde, dan zei ze gelijk, nou, pin die op, uit. Dan beginnen ze gelijk al, weet je al. Ja. Kijk, en hoe speel je je spelletje als het klein ligt? Zie je? Want wat is je hoogste serie, Piet? 180. Ja, want hoofdklasse is toch, dat is toch wel een aardige pot. 180 punten was drie beurten mijn beste partij. Ja, 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 ja. Dat bedoel ik. 60 miljoen. Oh, ja. Kijk, en daar had ik natuurlijk graag video's van gehad, hè? Had leuk geweest als we dat, als ja, dat erop zou staan. Die tijd bestond er. Nee. Maar het is gewoon heerlijk om gewoon even de punten te maken. Kijk, en uiteindelijk, biljart is ook een beetje oplossingen zoeken. Kijk. Mooi, hè? Kijk eens. Dit is gewoon een plaatsing op rood, hè? Net niet, hè, Piet, hè? Maar als de snelheid nog goed is, hè? Ja, de snelheid. Ja, precies. Kijk, en je legt hem wel neer voor mij nu, hè? Ja, nou ja, maar dan kijk ik nog. Het is weer het tweede balletje wat ik krijg. Ik kreeg hem net van jou ook. Ja, dat is waar, dat is waar. Kijk, dan laat ik die witte lopen. Voelen, voelen. Pat. Tik. Kleine massé. Kijk, dan moet je even rekken en strekken. Zie je? Voelen, voelen. Pat. Kort, hè? Kort. Kijk, en dan kan je, nu kun je zeggen, ik pikeer hem van rood met een plaatsing op wit. En je kan ook zeggen, ik speel hem... Ja, oh, is goed, is goed. Voelen, voelen. Kijk, dan gaan we wit spelen en dan mooi plaatsen naar rood. Dus voelen, voelen. Zie je, mooi naar rood. Zie je? En dan ga je goed kijken of hij dun kan. Dat is dan... Kijk, dit is een risicootje. Dun, je zou eerder een massé nemen. Goed kijken. Voelen, voelen. Tik. En helemaal blijven staan, hè, Piet, hè? Ja. Dat is niet te vroeg op.
Geen... maken. Ja, ja, en gewoon geloven in wat je ziet, hè. Dat is het. Dus dat is dat zien, voelen, doen. Ja, Piet weet dat wel, hoor. Die weet dat wel. Dus ook als je een los bandje hebt, dus je gaat hem voelen, doen. En niet van... Ja. En dat weten wij ook. Kijk, als ik zelf ook wel eens een wedstrijd speel en ik stoot niet goed af, dan zie je ook een beetje die maar dat zit hem vaak in het gewoon het niet goed richten van de bal of... Nou, ik vind het altijd belangrijk als hij fout is, dat je dan maar weet wat je dan verkeerd hebt gedaan. Ja, nou, dat is het, hè. Kijk, nu ook, hè. Kijk, ik probeer nu gewoon voelen en gewoon op wit te plaatsen. En die rode hoeft er niet bij. Kijk, voelen. Ja. Hier, rood hoeft er niet bij. Kijk, en dan speel ik hem iets te verder buiten. Dus dan kan je toch nog weer makkelijk herstellen. Voelen, achter de rode. Voelen. Kijk, iets te kort, zie je? Kijk, iets te dik gespeeld. Zie je? Kijk, en je hebt zoveel series stoten en zoveel... Ja, je mag nog een keer hoor. Kijk, uiteindelijk met jouw biljart, hè? Ja. Hij moet op de rood. Nee, te dik. Te dik, hè? Ja. Nee, je mag nog een keer hoor. Ga lekker. Stap maar even lekker door. Kijken wat je ervan. Ook weer iets te dik, hè? Ja. Nog een keer gewoon rustig doorgaan, Piet. Kijk, en je ligt ook niet geplaatst nu bij rood, hè? Zag je dat? Kijk, deze ook. Wat ga je nu doen met. Laat geel overlopen. Ja, maar je zou hem ook gewoon zo kunnen plaatsen. Je zou hem kunnen plaatsen, hè? Kijk, dan wil je alweer heel veel. En als je gewoon rustig naar rood gaat. Kijk, nu ga je rustig naar rood, zie je? Ja, dan speel je hem heel netjes op rood, hè? Als je hem ietsjes ruimer speelt. Maar dit kan je dan eventueel trekken. Nee, jammer. Kijk, met een klos doet hij het, hè? Maar het is een moeilijke bal, zo'n trekstoot natuurlijk, hè? Ja. Ja, dan krijg ik bijvoorbeeld een eenbandje van rood. Dus speel je hem via eenband. Voelen. Kijk, niet goed gevoeld, niet goed gezien, zie je? Mooi, hè? Van zijn leven niet op de lange band, hè? Die witte. Het is gewoon plaatsing, hè? Kijk, wit naar de hoek, plaatsing op rood. Ja. Zie je, dus geen verzameling, maar een plaatsing. Voelen. Kijk, zie je? Kijk. Dit is gewoon een tussenstoot, hè, Piet, hè? Ja. Kijk, en nou kan je hem erbij spelen op dikte. Kijk, perfect. Zie je? Kijk, dus in twee stoten liggen ze in de hoek, Piet, hè? Ja, dat oude zit er nog een beetje. Ja. Dat verleer je dus niet meer, hè? Dat verleer je niet meer. Entree? Ja, dat is zo'n, dit is ook zo'n situatie, hè? Hoe los je dat op, Piet, hè? Kijk, dan is de kleine dan, hè? Kijk, zo in het hoekje. Ja, leuk, hè? Kijk, nou ben je met het kleine werk bezig, hè? Het kleine werk, mooi, hè? Niet trekken, ik kan het ook. Nee. Maar je kan er gewoon tussen gaan, hè? Ja, ertussen. Ja.
een beetje meenemen wie het mag. Keurig, kijk daar op de klos van wit. Klos van wit, hè. Achter de rug om, hè. Of piqué mag ook, ja, zeker. Op het klosje. Ja, toch te dun. Ik zie het gebeuren, hè. Ja. Je speelt hem een beetje hier in plaats van op de wit. Ja. Dus rechtlijnig. Voelen, voelen. Kijk, hier heb je hem, hè. Kijk. Ja. Je had hem wel goed in je hoofd. Speel door. Serie Medicaid. Hey. Hij zou er zomaar 180 kunnen maken. Ja, toch zit het er nog in. Ja, dit is een kwestie van gewoon weer oefenen. Oefenen, zeker. Als je steeds aan de bal bijhouden. Ja, bijhouden, ja. Kijk, eruit, hè. Kijk, eruit trekken. Hij slaat weg. Ja. Kijk, nu ga je gewoon doorbiljart, hè. Als je dan de serie... Kijk, je hebt ze even goed bij elkaar en je biljart dan door. Ja, maar nu ook, hè. Kijk, wat ga je doen, hè. Kijk, als je wil hem halen, wordt niks, hè. Maar als je hem nou gewoon dun tussendoor speelt, via het bandje, hè. Kijk, dat is gewoon eigenlijk een beetje een situatie waar je in past, zeg maar. Kijk, hij heeft hem al, hè. Kijk, er is nog niks aan de hand nu, hè. Kijk, je legt hem alleen nu iets te dicht bij wit neer om makkelijk af te kunnen stoten. Want dit is een op de klosballetje. Ja, nou netjes. Kijk, het is alleen het tempo is dan een beetje weg. Nou zou je gewoon een gigantische trekstoot kunnen maken met een klos. Kijk, met een klos, hè? Wat zei ik je? Piet, hè? Je doet het gewoon, hè? Je doet het gewoon, hè? Hey. Geweldig. Even rusten. Ik stop erop. Ja, is goed. Leuk. Maar dit was een hele beste bal. Maar dan zie je, hè, dat als je een trekstootje maakt, wat je gewoon kunt, hè? Ja. Ja. Oh, ik vind het leuk dat ik even geweest ben. Daar. Ja, top. Nee, ik vind het ook heel gezellig. Helemaal top. Ik kan het nog een keer doen. Ja, nou, dat hoop ik zeker. Je bent altijd welkom. Ja. Ik heb je telefoonnummer. Ja, gewoon een belletje. En gewoon even, al zijn we maar even ermee bezig. Ik vind het leuk. Want door de week ging jij ook gewoon. Ja, nou, dat hangt een beetje van mijn agenda af. Maar op zich, als je gewoon denkt, nou, kom 's ochtends even een uurtje bij Mike langs, dan gewoon doen. Of 's middags. Of, ik moet alleen kijken hoe het met mezelf gaat. Ja, je krachten moet je zelf voelen en invullen. En ik heb nou speciale tabletjes weer gehad voor de super erge misselijkheid. Daar krijg ik pilletjes voor. Maar bijzonder, hè? Dat hielp niet. Nee. Nou extra. Ja. Nee, ze verzinnen van alles, hoor, voor dit soort mankementjes, zeg maar, hè. Ja. Maar ik vond het erg gezellig, Piet, moet ik zeggen. Ik bedoel, kijk, en zo kun je gewoon elkaar toch nog weer eens eventjes